Hola amigos, welkom bij een nieuwe video op Altis Games. En vandaag gaan wij samen weer eventjes Hunger Games doen. En vandaag, ik heb zo'n gevoel dat wij het vandaag gewoon heel, maar dan ook heel goed gaan doen. Jongens, ik heb er vertrouwen in. Ik geloof erin. Ik voel het in mijn bloed. Ik voel het in mijn bloed stromen, jongens. Ik voel het gewoon. Dus vandaag gaan we even Minecraft Hunger Games doen op de Blitz... op de Hypixel server. Het heet Blitz... Survival Games, I don't care. We gaan naar Cthulhu Island. Oké, kom dan. Kom dan. Zo, hé, daar zijn we hier. Ik wil even zeggen, heel erg bedankt voor het abonneren, iedereen en alles. Want door dagelijkse day hebben we allemaal nieuwe kijkertjes. Dus als je er eentje van bent, hey, welkom. En de abonnees gingen onze speer. En we vinden het helemaal geweldig. Dus dankjewel allemaal voor het abonneren. Super geweldig. Hashtag Team ATG. En dan gaan we zo eventjes... Oh, over 10 seconden al. Nou, ik lul er gewoon even doorheen, hè. Oké. Dan gaan we eens even lekker die mensen in elkaar slaan. Oh, nee, dit level. Oh, nee. Ja, nee, oké. Nee, we kunnen het. Oh, wacht. We moeten wel dit even doen. Een kit kiezen. Wat zullen we doen? Ik doe brood. Want stel, we vinden niks. Dan zijn en niemand is bij ons. Dan hebben we tenminste nog wat te eten. Ja, daar gaan we. Ja, kom maar op. Zo. Kijk eens wat ik allemaal mag pakken. Oké, ik heb toch maar twee dingen. Door de bugs. Oké, fijn. Fijn, ik heb drie stokjes en een vis. Wat moet ik... Ja, ik heb wel wat voor eten. Maar wat moet ik in godsnaam met drie stokjes? Ja, ik kan er wat van bouwen. We gaan hollen me nollen, jongens. We gaan echt hollen me tollen me nollen. Hoppakee, we gaan hier als een Assassin's Creed mens even naar beneden donderen. Ho! Niet zo ver. Oké, het was maar anderhalf hartje. Rustig maar hoor, rustig. We kunnen het allemaal. We doen het gewoon even helemaal goed. We gaan in het water springen als een vis. En dan gaan we weer zwemmen. Er zijn nog 18 mensen. En wij zijn er één van. Het gaat helemaal goed komen. Nou jongens, dan moeten we nu eventjes doosjes gaan vinden. En kistjes. Zodat we wat, wat spullen hebben. Want we hebben letterlijk niks. We hebben ook niks om aan te doen. En ho. Kijk wat ik hier in deze mooie hoek zie staan. Hè? Je bent gemaakt voor mij. Oké, geweldig. We hebben een hoedje hoor. We hebben een hoedje. Jongens, attentie. We hebben een heet hoedje. Nee, geen heet hoedje. Hete koffie. Hete koffie. Nee, we hebben ook geen hete koffie. We hebben een hoedje. Dus we moeten wel blij mee zijn. De Blitstar. Oké, het boeit me niet, Blitstar. Gelukkig is hier helemaal niemand. Ik ben er heel blij mee. Het is gewoon lekker rustig. We kunnen gewoon rustig allemaal onze dingetjes pakken. Ik ben er blij mee. Wat is dit precies? Oh ja, een Bottle of Enchanting. Nou jongens, dan gaan we dus even lekker op avontuur. En dan gaan we eventjes wat opzoeken. Gelukkig. Nou ja, heb ik al gezegd. Maar gelukkig komen hier geen mensen. Of zag ik een naamplaatje daar? Oké, gelukkig niet. Ja, het kan gebeuren dat je die opeens ziet, hè. Maar, volgens mij... Ja, ik weet niet hoe je hier naar boven komt. Maar ik heb zo'n gevoel dat hier bovenin zo'n kistje ligt. Er zijn nog 7 mensen en ik ben er één van. Besef even, jongens. Besef hoe hoog we staan, ook al hebben we nog niemand vermoord. Zullen we hier gewoon gaan zitten? Met ons brood en ons visje. En ons wheat. En dan gaan we hier gewoon lekker overleven. Oh, en we hebben ook rot vlees. Maar kijk eens wat ik daar zie spotten. Ja, daar zie ik een bruin kistje. Ja, dat kistje is voor mij hoor. Ja, dat was toch van jou? Nou, nu is hij voor mij. Ik hoop dat er wat in zit en dat hij al niet is gepakt. Nog 6 mensen, jongens. Besef. Besef het. Het is niet rennen voor... Het is vandaag echt niet rennen voor de dode mensen. Rennen voor de uitkering, rennen voor de zak geld. Echt niet. We doen het gewoon eventjes heel snel. Nee, schoenen aan. Goed zo, hè. Oké, we hebben al mooie schoenen en we hebben een helm. Dus als iets op ons hoofd valt... Ja, nou, dan zijn we niet het haasje, hoor. Nee. Hebben we gewoon wat. Dus, oké, nu moeten we eventjes wel goed kijken of we iemand zien. Of nou, eigenlijk helemaal niet. We mogen ons helemaal niet zien. Want wij hebben helemaal niks en dan zijn we het haasje. Het rennende haasje. Nog 5 mensen, jongens. We zaten hier met 24 mensen? Hoe is dit possible, man? Ik heb zo'n gevoel dat er hier één in de boot ligt. Ik weet niet, maar we gaan eventjes kijken. Je kan altijd proberen, jongens. In het leven moet je soms dingen eens een keer proberen. Dus laten we dat een keer doen, toch? Ho, ga hierin. Nog 3 mensen. En ik ben er één van. Hoe vaak heb ik dat zinnetje al gezegd? I don't care. Maar dit is excitement. Excitement 1000%. Sowieso. Jantje menant. Hallo, ik zit gewoon hier in de boot met hun. Ze zijn allemaal lekker daar, joh. The Blitzstar can no longer be used. Deadmatch in 30 seconden? Ik zit gewoon in de deadmatch, maar ik heb helemaal niks. Nee, ik heb helemaal niks. Dus ze mogen mij lekker aframmen daar. Maar ik kan wel zeggen, ik heb een keer in de deadmatch gezeten.
Oh, maar nu zit ik hier vast. Oké, fijn. Maar wow, dan moet het wel hele goede mensen zijn. Oké, we gaan beginnen in de deathmatch. Hebben hun wat? Oké, ik zie niemand. Oh, daar zijn ze hoor. Daar zijn ze. Oh nee, ik ga hem slaan met een houten vork. Houten vork. Hout dingetje. Oh, nu komen ze hoor. Nu komen ze pas. Oké, kom maar. Ik ga je slaan met een houtvorkje. Als ik win, hè. Als ik win nu. Als ik win. Laat me winnen, laat me winnen. Laat me winnen. Laat me winnen, alsjeblieft. Laat me winnen. Nee. Nou, laat me winnen, alsjeblieft. Dan zijn we het haasje. Of nee, zijn we heel blij. Ik sla je met een houten vork, ja? Hoe kan dit? Ik win. Ik win, jongens, ik win. Hoe kan dit nou? Nee, oké, ik ben dood. Ah, ik had bijna gewonnen. Jongens, ik was tweede geworden, toch? Of niet? Want ik zag maar één iemand. We waren gewoon tweede geworden. Met een houten stok. Anyways, we gaan nog een potje doen in de blitz dingetjes, bingen dingetje. Ik wil een leuke. Oh, Citadel. Nog nooit van gehoord. Laten we lekker in Citadel gaan zitten. We zitten hier wel in ons eentje. Maar hey, vast komen er heel veel leuke mensen. En die gaan ons allemaal helpen. En dan is het allemaal helemaal gezellig, ja? Ik hoop maar voor hun. Nou jongens, daar gaan we alweer. Het is al helemaal vol. Ik heb iedereen hierheen geroepen. Nee, grapjes, ze kwamen vanzelf. Dit ziet er leuk uit. Oké, er is een hele grote grot hier. Daar staan we allemaal doosjes. En een leuke kasteeldingetjes. Oké. Vips? Nee, ik ben geen vip. We gaan een kit kiezen. Laten we iets leuks kiezen. Scout? Keep running? Nee. Ik ga toch een zwaardje doen. Nee, kleren is niet nodig. Ik doe knight. Dan krijgen we een zwaardje. Als gratis. En dan kunnen we die gewoon gebruiken als er iets gebeurt. Want daarnet hadden we met een houten stokje iets gedaan. Nou jongens, we konden nog winnen. Hij sloeg mij net de hele tijd niet, hè. Ik vond het echt best wel een leuk wonder. Oké, jongens, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké. Nee, ik ben niet gaan rennen. Geef me die wortel. Ja, ik heb een wortel, jongens. Ik heb een wortel. Iedereen loopt hier vast? Oké, dan ga ik alvast weg. Nee, oké. Rollen me nollen. Rennen voor het zakgeld. Hoppakee. That's how we do it. Iedereen zit zeker achter me aan. Zo van, Roy, we willen van jou aan. Nee, grapje. Nee, maar... Oh, zullen we hier niet... Nee, ik ga hier niet in. Dat is risky, want iedereen gaat mee. We moeten lekker ver gaan. Net zoals wat iedereen doet natuurlijk. Kom op, Roy. Je kan het. Lekker rennen. Iedereen doet dat nu. Dus Roy moet het ook doen. Ik ga lekker die kant op. Ik noem dit het noorden. Ik weet niet of het noorden is, maar ik ga naar het noorden. Ja, kom maar. Ja, ik zie daar een doos. Ik heb een doos gespot. Dit is mijn doos. Iedereen blijft eraf, hoor. Nee, dit is mijn doos. Ik zei dat het mijn doos was. Nee, flikker een eind op, joh. Hij heeft mijn doos gejat. Zag je dat? Er werd voor mijn eigen oog een doos gejat. Nee, dit is mijn doos. Oké, dit is jouw doos. Ik word gepest. Ik mag geen doos, jongens. Hun hebben allemaal mijn doos gejat. Vieze, vuile hufters. Altijd weer, hè. Oh, hij is nu weg. Oké. Ja, het was blijkbaar zijn doos. Maar zijn naam stond er niet op, hoor. Ik vond het niet eerlijk. Oh, we hebben ons zwaardje trouwens gekregen. En ik doe even die broek aan van me. Heb ik tenminste iets. Anders loop ik in zo mijn naki. Iemand zit achter me aan. Oké. Dit is mijn kist, hoor, meneer. Dit is mijn kist. Een kippie. Nee, ik had een kippie, ja. Nu ben ik dood. Ik had net het kippetje. En nu ben ik weer dood. Fijn. Maar hey, we waren de achtste. We waren achtste, jongens. We waren weer goed bezig. Nou jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering van... video van op al deze games. Als je dit een leuke video vond, doe dan zeker een groen duimpje omhoog. En als je hem ook leuk vond, doe dan steeds. En laat een leuke reactie achter hier beneden. En als je nog niet bent geabonneerd door al deze games, doe het dan zeker. Want dan zie je direct wanneer wij een nieuwe video uploaden. Bye bye.